Als laatste ben ik tijdens mijn vogelvlucht over de Bijbelbelt terechtgekomen in Zeeland. En ik hoop vandaag wat lekkere Zeeuwse specialiteiten te zien, hopelijk ook te proeven. En daarna spreek ik met commissaris van de Koning, die hier op Zeeland ook een belangrijke rol speelt. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Zo, ja, als je het hebt over Zeeuwse specialiteiten en Zeeuws eten, dan noemt men jouw naam. Waarom? Ja, gewoon. Ik ben gewoon een groot fan van Zeeland, ambassadeur van Zeeland. En ja, we zijn hier op de mooiste plek in Zeeland. Hier kun je eigenlijk proeven wat er in Zeeland gebeurt. En op de achtergrond zie je de Oosterschelde, Nationaal Park de Oosterschelde. En daar komt al dat lekkers vandaan. Ja, want jij bent ambassadeur van Zeeland. Wat vind je zo bijzonder aan Zeeland? Ja, Zeeland is gewoon de mooiste provincie van Nederland. We hebben alles, zo zeg ik het altijd maar. Hè. Kijk, je kunt hier van het land, uit de zee, uit de lucht, alles is hier eigenlijk verkrijgbaar. Hè? Want wat gebeurt hier? Waar zijn we hier nu? We zijn nu bij de oesterij en ja, ik vind dat eigenlijk toch een van de mooiste plekjes in Zeeland. Ieder jaar gebeurt er hier iets. Ieder jaar breidt dit een beetje uit. Je kunt hier in de ambiance van de zee eigenlijk ook de zee proeven. En dat is gewoon supermooi. Hey, voordat we gaan proeven, nog even een stukje techniek en innovatie. We hebben te maken gehad met de oesterboor. En de oesterboor was een wormpje die eigenlijk door de schelp heen de oester openboorde, waardoor die doodging. Dat was omdat we op de grond kweekten, zeg maar. En nu hebben we dus deze constructie verzonnen, dat ze van de grond af liggen. En dan hebben we daar geen last meer van. Nou kijk, hier hebben we dan het mooie uit de Oosterschelde, de oesters. Dit zijn de Zeeuwse kreuzes en de Zeeuwse platte oester. Laten we beginnen met de gewone kreuzen. Je pakt gewoon een oester vast en dan zet je hem gewoon aan je mond. Je laat hem in je mond gaan, je kauwt er gewoon op, je geniet ervan en je slikt hem door. Nou, als je nu gewoon ervoor open staat, dan proef je een mooie zilte smaak. Die zelfs een beetje romig is. Alleen omdat het koud is en iets is wat je misschien niet kent, denk je, hé. Nee, het is inderdaad heel apart. Het is niet de smaak die je heel snel herkent. Nou, dat heb je dus met deze nog mooier. Dus dan doen we nog een platte. Nou, okay. En dan ook die gewoon. Deze is nog rijker van smaak. Dus die platte oester, dat is echt voor mij het summum. Dus die adviseer ik om altijd te komen eten hier zo. Ja. Heel bijzonder. Ik ben weer een ervaring rijker, dankjewel. Goedemiddag, hallo. U bent commissaris van de Koning hier in Zeeland. Wat maakt u zo enthousiast over Zeeland? Nou, Zeeland is eigenlijk het enige plekje in West-Europa waar het water alom is. Zeeland is Zeeland, maar het is ook land in zee. En dat geeft enorm veel kracht. En dat geeft ook, als het gaat om het weer, de mentaliteit van de mensen, voormalige eilandbewoners die trots zijn dat ze dat land zelf hebben gemaakt en dat ze er vandaan komen. Dat maakt dat Zeeland rijk is aan historie, maar ook zoveel te bieden heeft in de toekomst voor de mensen die hier wonen, de toeristen die hier verblijven, waarvan we ook steeds vaker zeggen, je hoeft hier niet alleen vakantie te vieren, je kunt hier ook komen wonen. Nou heb ik dus straks wat van Zeeland geproefd. Zijn er nou nog meer dingen waarvan je zegt, dat is echt iets wat je in Zeeland moet ervaren? Nou, de meeste mensen denken bij Zeeland aan prachtig toerisme, natuur, verblijfsgebied. Maar we zijn ook een industrieprovincie. We hebben grote haven. We hebben chemische industrie die aan het verduurzamen is. We hebben hier de aanlanding van die windparken op zee aan land. We zijn ook een hele sterke energieprovincie. Er is geweldige banenhoeveelheid in de dienstverlening. Dus Zeeland is eigenlijk, ik zeg wel eens Nederland in het klein, als je kijkt naar de diversiteit wat we allemaal te bieden hebben. Ja, hoe zijn jullie hier in Zeeland bezig met innovatie richting de toekomst? En we zijn nu bezig met de opgave van klimaatverandering. Hoe zorgen we dat we slim omgaan met onze kust? Hoe zorgen we dat we ook de natuur gebruiken om ons te beschermen tegen water? Dus dat betekent ook dat als het soms lastig is, dat er ook heel veel nieuwe creatieve dingen hier in Zeeland worden geboren. MUZIEK.
Als je in Zeeland bent, dan moet je natuurlijk wel de roombolus eten. Toch, Johnny, jij bent kandidaat voor de SGP hier in Zeeland. Dus jij houdt ook wel van een roombolus. Zeker, maar gelukkig heeft Zeeland meer dan alleen een bolus. Maar we gaan er hier eerst een halen bij de zoete inval. Dankjewel, dames. Ja, super. Merci, hè. Dankjewel. Nou, mijn bolus die eet ik zo op. Maar voor ik dat ga doen, Johnny, waarom ben je kandidaat voor de SGP? Nou, als ik in de Kamer zou komen als Tweede Kamerlid, dan zou ik met name vooral aandacht willen geven aan de regio Zeeland. In die zin dat de provincie Zeeland meer is dan alleen toerisme en water en zee. Maar dat daar ook heel veel innovatie, onderwijs, goede zorg en dat dat ook daar ook gebeurt. En dat het ook prima wonen is om hier naartoe te komen. Ja, ben ik vandaag een beetje over door heel Zeeland heen geweest. Nu ben ik vandaag hier in Goes. Wat is hier nou zo bijzonder? Nou, Goes is eigenlijk een beetje het centrum van Zeeland, ook geografisch. Maar hier komen ook wel vooral de handelslijnen bij elkaar. Je ziet hier ook heel veel handel plaatsvinden, maar je ziet ook heel veel ondernemerszin hier in Goes. En heel veel bedrijvigheid, ook met name in de dienstverlenende sector. En dat is wel heel sterk voor hier midden in de provincie. Nou, dankjewel en heel veel succes in de campagne. En ik ga even genieten van die Zeeuwse lekkernij. Zeker doen. Geniet ervan.